Nou, Mikido, het complex hier is een jaar of 20, 25 geleden is dat gebouwd. Inmiddels zien we dat het terrein hier, wat ooit voor 110, 120 cliënten gebouwd is, ja, sterk is verouderd. Nee, het voldoet niet meer aan de behoeftes die de cliënten hebben. Deels omdat ze een andere woonvraag hebben, maar deels ook omdat ze ook ouder worden en hun beperkingen steeds intensiever worden, waardoor de zorg ook intensiever wordt. Ja, dus we hebben gedacht, ja, we kunnen daar onze eigen plannen op loslaten. Hè? We kunnen ook breder kijken om daar ook andere mensen mee te laten denken in de opgave die we hebben. Ja, met internet is het net zo makkelijk of je nou heel Nederland spreidt of over heel de wereld. Dus op die manier hebben we gezegd, dan maken we een wereldwijde prijsvraag van. Er zijn in totaal 19 inzendingen geweest. We hebben plannen uit Australië, Taiwan, Japan, Indonesië. Dus er is van alles zit ertussen. En dat maakt het ook heel divers. Ik woon hier op de hoek van de Van Blutterswijkstraat. Hier ligt ons huis. Dit is ons huis. Ik zie wel sommige elementen waarvan ik denk van, nou, dat spreekt mij wel aan. En ik zie andere waarvan ik denk van, het is mooi, maar is dat praktisch? Mijn gedeelde tweede plaats, trouwens de eerste tweede plaats, gaat naar dit ontwerp. Jongens, jullie mogen ook even naar voren komen. Wij houden ervan om te ontwerpen met scenario in gedachten en heel veel na te denken over wat mensen beweegt en waarom mensen bepaalde dingen doen. We hebben bepaalde faciliteiten gecreëerd die ervoor zorgen dat de bewoners hier op de beste manier kunnen leven, op de beste manier zorg kunnen krijgen, maar dat diezelfde ingrepen ook ervoor zorgen dat ze in aanraking komen met de omwonenden en andersom ook. De volgende tweede plaats. Je gaat naar dit plan, Embrace and Connect. De prijsvraag die heeft ons in contact gebracht met zorg. En dan zou ik doen verplaatsen eigenlijk in de huid van die zorgbewoner, de cliënt. Ja, we hebben ons eigenlijk tot taak gesteld van wat de zorg 2.0 voor ons. Dat is eigenlijk gewoon om die wereld zo groot mogelijk te maken. Dat het een plek wordt waarin die twee, die buurt en die bewoner, elkaar gewoon kunnen vinden. De eerste plaats gaat naar de Menorhorst. Wij hebben het antwoord gezocht in het maken van een buitenplaats. Een landschap waarin de mensen wonen, waar ze tot rust kunnen komen, maar waarin ook interactie mogelijk is met de omgeving. Om daar bijvoorbeeld een kopje koffie te drinken in het restaurant of in het café wat daar aanwezig is. Maar ook interactie bijvoorbeeld doordat mensen gezamenlijk een moestuin beheren. Dan gaan wij met de winnaars en ook de mensen uit de jury en nog een aantal andere belanghebbenden, gaan we ook aan de slag om zo zeg maar tot het ultieme plan te komen. Dat gaat dus door hele kleine ingrepen, door simpele ingrepen, gaat het echt een wezenlijk onderdeel zijn van het dorp. Dat het een plek wordt waarin die twee, die buurt en die bewoner elkaar gewoon kunnen vinden. Ik denk dat het voor uiteindelijk de eindgebruikers van de locatie alleen maar goed is dat er heel veel ideeën gecombineerd worden.